Sinds 2004 leiden Filip Bonte en Els Vermeulen hun varkenshouderij in Schoren, een deelgemeente van Middelkerken. Ze hebben 300 zeugen. Het grootste deel van de biggen wordt verkocht. In anderhalf decennium evolueerde de bedrijfsvoering wel wat. Preventieve antibiotica zijn hier vandaag uit den boze. Het gebruik van antibiotica wordt in het algemeen tot een minimum beperkt. Zonder grote investeringen en met een goed bedrijfsresultaat. Sinds die 14 jaar hebben we overgeschakeld naar een 4-weken systeem. Dus dat we al in, al out werken met ons kraamstal. Onze doelstelling is al altijd geweest van zo weinig mogelijk antibiotica te gebruiken. En dus met de veearts in overleg zijn we daar al redelijk in geslaagd. Het reduceren van antibiotica betekent ook winst op lange termijn. Er is minder kans op antibiotica-resistentie bij de dieren, maar ook bij de varkenshouders en de dierenarts. Vaccins zijn duurder dan antibiotica en worden daarom vaak als kost gezien. Maar eigenlijk is het een investering in een gezonde veestapel. Vaccineren is werken op lange termijn. In tegenstelling tot aanhoudend hoog antibiotica-gebruik, dat ook kostelijk is. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk te vaccineren. Dat is een eerste stap in het reduceren van het antibiotica. Vooral de zeugen worden gevaccineerd en enkele vaccinaties gebeuren ook bij de bijen. Door de ziektedruk nauwgezet op te volgen, kan Filip ook snel ingrijpen voor die ziektes echt een groot probleem worden. Stalen nemen om de aanwezigheid van ziekteverwekkers op te sporen, doen ze onder andere op deze originele manier. In samenspraak met de veearts worden er knabbeltouwen gehangen bij de bijenbatterijen. Er wordt ook bloed afgenomen bij zeugen, indien nodig. En op die manier kunnen we eigenlijk de ziektedruk onder controle houden. Op regelmatige basis gaan wij waterstalen gaan nemen op de bedrijven. Dus we gaan dan eigenlijk zowel bacteriologisch als chemisch gaan kijken. Bacteriologisch is heel belangrijk, omdat we dan echt gaan kijken of er bacteriën nog in het water aanwezig zijn. Dat is best zo laag mogelijk, eigenlijk niet heel, zodanig dat de darmgezondheid van de varkens eigenlijk optimaal ondersteund wordt op dat vlak. Ook chemisch is heel belangrijk in combinatie met pH. Het is zeer belangrijk eerst en vooral naar algemene gezondheid toe, maar ook in het algemeen naar smakelijkheid toe. Want een goede voederopname gaat uiteraard samen met een goede wateropname. En ook zeker in de kraamstal is dat van heel groot belang dat zeugen voldoende water opnemen, omdat er eigenlijk een hele grote melkproductie op dat moment plaatsvindt. Hè. Wanneer de resultaten van de waterstalen is tegenvallen, kan dit worden bijgestuurd door de leidingen te reinigen en daarna het water te ontsmetten of aan te zuren. Een correct verwarmde en geventileerde stal is belangrijk. Vleesvarkens zijn gevoelig voor ademhalingsproblemen. De kans dat ze ziek worden is hoger bij slecht geventileerde stallen. Wij controleren dus dagelijks de klimaatkasten of dat alles in orde is. Dan zorgen wij er ook voor rond het werpen dat de bijnestjes goed warm zijn, dat de lampen niet te warm, niet te koud zijn en dat de dierenarts komt op geregelde tijdstippen zien of dat met een warmtecamera of dat alles in orde is. Om na te gaan of het effectief wel proper gekuist is, kunnen we eigenlijk hygiënogrammen gaan nemen of bioswaps. Nadien kunnen we echt visueel gaan tonen aan de varkenshouder van kijk, het is echt proper gekuist of het is toch niet zo proper gekuist, want het kan perfect proper lijken, maar als we dan echt gaan kijken op bacteriologisch vlak, valt dat soms wel tegen. Dus een goede reiniging en ontsmetting is zeker van groot belang. Antibiotica reduceren is hier dus vooral een zaak van preventie en dagelijkse opvolging. Nog meer tips vind je op de website van AMCRA. Dat is het Belgische kenniscentrum inzake antibiotica-gebruik en resistentie bij dieren. Hun doel is een duurzaam antibiotica-beleid om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te verzekeren. Gebruik antibiotica alleen als het echt moet. Praat erover met je dierenarts.